neergezet. Oh, ja, ga ik alvast even uitleggen hoe we het nu gaan doen. Ik denk dat iedereen wel weet dat de schouw om 5:00 dicht gaat. Dat betekent dat we om uiterlijk half vijf klaar moeten zijn met de poëziemiddag. Dat betekent dat we de tweede ronde in 3 blokjes gaan verdelen. Met 5 minuten pauze ertussen, zodat iedereen even een luchtje kan scheppen naar de wc, drank bestellen. En met 18 dicht dus moet dat goed te doen zijn. Als iedereen zich houdt aan maximaal 2 gedichten in de tweede ronde. Met uitzondering van 2 laatkomers die echt maar 1 gedicht mogen doen. Want anders gaan we het niet redden. Fijn dat jullie ook instemmen te meeknemen. Ik zal proberen op verzoek van Tienke mijn introducties verder zo kort mogelijk te houden. In verband met de tijd. Dus laten we gewoon snel beginnen. Wel dicht en voordragen. Jeroen roept aan poëzie. Precies. Inderdaad. We beginnen met de man uit Amsterdam. Stanislaus Jaworski. Wederzijds gemak, muziek horen in een woord, zien hoe een woord opengaat, met anderen één zin vormt, voelen hoe het een in het ander overgaat om uniek te zijn, als een gaaf, origineel gedicht. Facilita reciproca, ascolta la musica in una parola, guarda come si apre una parola. Con criolti forma una frase, sentire come l'uno nell'altro, transizione per essere unici, come una bella poesia originale. Grazie, grazie mille. Vers van de pers, net binnengekomen. Hier voor jullie Angelica Geronimaki. Mag ik staan voor jou? Ja. Ja hoor. Ik heb dus 1 gedicht, want ik was laat. Maar het is wel een beetje lang. Nou, begin maar hoor. Sorry, oké. Okay. Ik werd even onthaar. Ik zoek een vijver om mijn geweten te wassen, om mijn lijf van organen te ontdoen. Zoals roodvonk vroeger mijn huid los deed laten, de vervelling van mijn jeugd ontsloot. Ik logeerde ooit in de boomgaard van mijn rijkste vriendin, plaste in de nacht op haar slippers die ik leende, deed 's ochtends alsof het dauw was. Van infantiel kwaad tot erger opgegroeid, ze geloofde me. Is het nu de beurt verlost te worden van mijn volwassen bedrijvigheid? Er wordt gevraagd waar ik vandaan kom. Omdat we kikkers vangend en spreeuwen tellend in de modder bij elkaar begonnen, zeg ik dat ooit mijn ding lekker samen spelen was. We kwamen uit een rib, of een stuk klei, of een druppel bloed, of uit de grond, of uit een oerknal, of uit chaos verstrengeld, of uit een baarmoeder, of uit verlangen, of uit wedergeboorte, of uit een berg cellen, of uit het kosmisch offer, of uit een uiteenvallend persoon uit wiens verloren gestalte nieuw leven ontstond. Vanaf de drijvende hemelbrug roerde een speer die de duisternis spiest en land druppelt om op te lopen. Vuur stoken, elkaar opstoken, vandaag praten we tegelijk, houden we gezamenlijk monologen. Soms wordt er geklonken, gezongen, je vraagt waar ik vandaan kom. Ik mag dan al jaren huidloos zijn, hemels zijn niet overal gelijk. Als je in het noorden kijkt, zijn er dansende patronen, groen en paars. Er was eens een kind. Oh, sorry. Er was eens een kind en toen een mens dat werkte en praatte. Een pauw deed niks voor zijn veren, maar omdat ik hard werkte, ben ik verlost van schaamte. Kan ik opscheppen over wat ik heb bereikt. Als ik dan mijn mond afsnijd, mijn tong tot bloed bijt. Toen ik in een kooi een woestijnrat had, gaf ik hem nooit te eten. Zo kon hij zonder invloed van buiten zelf bepalen over zijn maag- en darmkanaal. Vanaf hier ga ik gewoon van boven naar beneden mijn lijstje af. Ik heb er wel streepjes tussen gezet.
Komt goed. Hier voor jullie Jeroen Sloof. Ode aan Schmid. Het verzoek, niet onredelijk, om te gaan zitten bij het urineren werd niet gehonoreerd. Hij wenste zich een man te voelen door staande te pissen en verder geen gezeik. Zijn punt onderstrepend slingerde hij hem driftig in het rond. Enkele druppels vielen warempel in de pot. Het leeuwendeel van het goudkleurig goed droop van muur en spoelbak af, vormde plassen op tegels en voegen aan de voet van de pot. Hij straalde, alsof hij voor dit ene ogenblik bestond. Dank u wel. Nieuwe fabels. Jouw sigaar op een stenen rand zijn slingerend signalen hemelwaarts. Zijn de schapenwolken in dit blauw veld deze novemberochtend geschapen uit wat opstijgt? Of zijn zij jouw antwoord? Heb je mij verstaan zoals ik aan je denk? Door die sigaar op dat randje van het balkon, links van de koffiemok die ik voor mijn 17e verjaardag cadeau kreeg. Een mok met daarop een boodschap gedrukt. Naast een wasbeer aan een waslijn, knijpers aan zijn oren. Someday we'll look back at this and it will all seem funny. Zo wil ik deze dagen duiden, los van vandaag. Vandaag staat los, vandaag geweest of die volgen zullen. Het is een ogenblik waar ik in leef. Binnen speelt Charles Mingus live at the Jazz Workshop New Fables. Laat dat exact zijn wat wij hier doen. Nieuwe fabels tot stand spelen en leven. Door het raam zie ik Maan een slok thee nemen. Viltstift nog in hand. Langs de tafel op de vloer. Zon zittend op zijn knietjes. Swingend door Mingus on repeat. Een constant schakelen van A naar B. Mijn handen vluchtig door de lucht. Bewegen op het ritme dat middels de open keukendeur naar buiten klinkt. Onderwijl werp ik een glimlach terug naar zon en maan. Breng de wasbeer naar mijn lippen voor een dronk, een haaltje of twee van die sigaar, die uit jouw kistje in feite een soort erfstuk. Zo ben jij hier, over mijn schouder kijk je mee naar het schouwspel. Heb je even voor een vraag die speelt met mijn gedachten? Herken je mij in hem zoals ik mijzelf in haar? Hij is zoveel dapperder, vrijer dan ik mezelf herinner. Kun je mij vertellen, was ik ook zo fijn, zo puur? Voor de derde keer kan beet een einde. Voelt wensen jou in armen te sluiten overbodig. Toch denk ik, how I wish you were here. Crazy jazz, de hoes weer in. Een andere diamant, Pink Floyd. Eruit, erop. Kant B, have a cigar, zonder cynisme. Alleen jij, ik, met zon en maan, een dag ontdaan van gister of morgen. Dezelfde tafel, alleen maar dicht, dus hier voor jullie de volgende, Jefta de Visser. Mannen die mijn pasta verorberen. 1. Zoals je terug verlangt naar een tijd die de onze niet is en erop projecteert wat je mist nu, wat er mis is nu. Alsof jouw geest zou kunnen floreren in een omgeving zonder boekdrukkunst. Zo verlang je terug naar ons gedachten delen. Tenminste, daar lijkt het op. Je probeert het nog. Maar je at mijn pasta op voordat je ons beëindigde en dat blijft me maar kelen. 2. Zoals je me meestal geen compliment kon geven zonder naar je eigen chauffele outfit te verwijzen, met een zweem van zelfmedelijden,
Zo kan je nu niet vragen hoe het met me gaat zonder te zeggen hoe je je gedachten hebt kunnen legen en dat je dat nodig hebt. Wat heeft het te betekenen? En waarom schrijf je dat je veel aan me dacht? Zoals je hardop aan je exen dacht als je met me was. Ik zie je al zitten in vegetarische koeken waar je mijn naam herhaaldelijk noemt aan de vrouw tegenover je. Hoe zij lijdzaam je glimlach ondergaat als je mijn naakte lichaam voor je ziet in een beslagen kroegraam. Hoe je daarna aan de barvrouw vraagt de gehele menukaart voor je te herhalen. Er is voor jou ook zoveel te kiezen. Dankjewel. Nog steeds in dezelfde hoek. Erin the Librarian. Blauwe droom. In de blauwe nacht zag ik een ruiter. Aros, het vlaggenschip van de apocalyps. Armanen gedrapeerd met vaandels en woorden. Een overture van een verstikkend verlangen. De maan was nimmer teder. En staarde naakt in het water. De zee lag als staal zo zwaar. En zwart was haar paard. De man van wie we net een hele mooie kaart hebben gekregen. Dus heeft hij nog een gericht. Hier voor jullie, Jos Knoop! Ja, ik wil het hebben over dierenleed. Meer genocide onder de dieren. Tome te pua processionea. Over rupsen die niet mogen vlinderen. Eikenprocessievlinders worden verdeeld. Eikenprocessievlinders worden veroordeeld tot verdelging zolang ze nog rupsen zijn. Zij mogen nooit hun metamorfose ondergaan. Alle eikenprocessierupsen zijn onbewust van deze dreiging en in de verwachting dat zij ooit transformeren. Hun processie is een trage dans die meandert richting de eik van hun dromen naar een bloedbad. Zo zullen de bestrijders deze orgie van liefde en onschuld die brandhaard van brandharen aanpakken. Ze worden bestreden door mannen in witte pakken, die al dat langharig tuig drastisch uitroeien. Deze hippierups leeft vreedzaam, maar de mens wil het liefst al dat langharig tuig drastisch uitroeien. Ze worden bestreden door mannen in witte pakken, die brandhaard van brandharen aanpakken. Zo zullen de bestrijders deze orgie van liefde en onschuld richting de eik van hun dromen naar een bloedbad transformeren. Hun processie is een trage dans die meandert onbewust van deze dreiging en in de verwachting dat zij ooit hun metamorfose ondergaan. Alle eikenprocessierupsen zijn veroordeeld tot verdelging zolang ze nog rupsen zijn. Zij mogen nooit eikenprocessievlinders worden. En tot slot in dit blokje gaan we luisteren naar de man aan de cola. Hier voor jullie Sander Alsens. Yes. Testfase 1. Draagvlak creëren voor het afbranden van landbouwpark Hoogvaals. Annabel legde hier scheermesjes met truffel aan de rand van de tafel. Zij perste de citroenen uit in de doorgeroeste leidingen. Het roestte ons af in het zout dat uit onze wonden kwam. Nummer 13 was het. Hoe Annabel haar haren door het sleutelgat trok en schreeuwde om een schaar. De krassen staan nog in de deur. Er liggen teennagels vastgelijmd onder het tuinmeubilair. De bewijsstukken maken het lastig om verder te gaan met het voeren van mijn dode katten en het kijken naar series over onopgeloste moordzaken.
Nu jullie ook zien dat ik iets van mens ben, iets van vleese gestalte, heb ik jullie identiteiten nodig. Ik ben er nooit aan toegekomen, maar hier kan verandering in komen door het uitvoeren van het onderstaande verdriet. Boek meerdere huisjes onder valse voorwenselen. Draag bij aankomst de volgende sticker. Ik ben brandveilig, echt waar. Zorg voor optimalisering van de bezette huisjes. Huur 19 psychiaters in om een broodje kaas mee te eten. Of humus met een glutenvrij stokbrood. Denk aan je hulpverleners. Beplak de bakstenen met foto's van Annabel, mijn katten, Anton, Zoe en Julia. Giet er een mengsel van gesmolten spijt en spiritus overheen. Tot slot is het tijd om het wierook aan te steken. Help mij alstublieft, het heeft al lang genoeg geduurd. Testfase 2. Het vinden van het juiste moment voor uitvoering. De zomers hingen hier aan bomen. Molshopen vertrapte ik en mieren brandden voor mijn ogen. Zij luisterden naar de tranen die uit mijn ruggengraat stroomden. Die naarmate de winter kwam langzaam tot sneeuwvlokken kristalliseerden. Annabel trok in mijn slaap armhaartjes eruit tot het bloeden. Zat potjes met kerst en huidschilfers en mijn telefoonnummer nog getatoeëerd langs haar schaamstreek. En ik loop nog rond met dezelfde simkaart. Elke ochtend kroop ze de trap af om haar hart onder de treden vandaan te trekken. Steek het aan en laat mensen weten dat je wondvocht op je handen hebt. Laat ze weten dat je verleden een trauma was, maar jij ook hebt leren ademhalen, mediteren, accepteren, kapotmaken, brandstichten en schrijven. Bij wel 19 verschillende psychiaters. Brand het af in de winter. Laat het roken, laat het stinken. Drink erop, maar niet te veel. We moeten de lente nog halen. Laat het voelbaar zijn in Amsterdam en Haarlem. Laat het in Haarlem rotten. Maar spaar de mensen die ganse levens intact houden. Spaar zij die iets begrijpen van mijn woorden. En de laatste, korte testfase 3. Afscheid nemen van Landbouwpark Hoogvaals. Aan alles komt een einde. Spijkerjassen, meisjes met lange haren en jongens. Nu het zover is, gis ik nog wat eikeltjes onder het sneeuw vandaan, haak de staartjes van de achtergebleven eekhoorns aan elkaar, leg ze naast het lontje dat het begin is van het wissen van het modder onder mijn schoenen, het drap in mijn ooghoeken. De huisjes vallen uit elkaar als de bowlingpins op de scheefliggende baan. Op de speakers aan de lantaarnpalen speelt In the End van Linkin Park. De geur van hars en kinderglimlachjes gaan in vlammen op. Mannen mogen hier ook om treuren. Het pakje lucifers uit mijn zak stinkt naar spijt, maar dat is al te laat. Dag, iets dat ik een kinderlijk eenvoudig spel noemde. Een plek om te vergeten. Dankjewel. Dankjewel. We gaan even kort pauzeren, zoals ik al zei, 10:30.